Dit zijn wilgen. Wilde wilgen. Maar eigenlijk herken ik ze zo helemaal niet. De wilgen die ik in mijn hoofd heb zien er heel anders uit. Kijk, hiervan zie ik meteen, dit is een wilg. Een krotwilg. Alleen deze zijn niet wild. Deze vorm is helemaal gemaakt door mensen. Maar hoe doen ze dat? En waarom? Wilgenknotten was eeuwenlang een manier om geld mee te verdienen. Op veel plaatsen in Nederland werden zogenaamde grienden gemaakt. En dit gebied, de Biesbos, is er zelfs beroemd om geworden. Natte akkers. Op natte stukken land werden deze ondiepe geulen gegraven om het water vast te houden. En op de ruggen naast die geulen werden dan wilgen geplant. Na verloop van tijd krijgen die wilgen zijtakken. En hier kun je mooi zien hoe dat eruit ziet. Kijk, die dunnetjes hier, die noem je tenen. Die zijn wat jonger en die dikke, die noem je staken. En als ze nou dik genoeg zijn, zoals deze dikkerd hier, dat duurt ongeveer 4 jaar, dan kunnen ze geknot worden. Ja, want die tenen, daar gaat het juist om. En die knotten, ja, die groeien gewoon vanzelf weer aan. Het klinkt misschien een beetje raar, maar al die takken en tenen waren heel belangrijk bouwmateriaal. Want wilgentenen werden namelijk op grote schaal gebruikt om er enorme matten mee te vlechten. Die matten werden gebruikt bij de bouw van waterwerken. Bij de aanleg van dammen en dijken werden wilgenmatten als ondergrond gebruikt om er stenen op te stapelen. De matten zorgden ervoor dat de stenen op hun plek bleven liggen. Als wilgen onder water liggen, dan vergaan ze veel minder snel. En er is één diersoort die dat al veel eerder in de gaten had dan de mens. Bevers! Deze wilg is geknot door bevers. Hey Thomas, jij bent boswachter hier in dit gebied. Is dit nou een gevalletje vraatschade? Nee, van schade is geen sprake. Bevers zijn nu de baas in de Biesbos. En dit soort sporen, je ziet ze tanden er nog in staan. Ja, inderdaad. Ja, die zie je tegenwoordig eigenlijk overal. Dit is het leefgebied van de bevers. En de takken zijn weer meegegaan, onder andere naar hun burcht. Burcht? Oh, die wil ik zien. Ja, nou, daar ligt erachter een prachtig bouwwerk. Bijna 2 meter hoog, heel veel wilgetakken op het dak van de burcht. Modder, zodat de kamers droog en warm blijven. En zelfs een glijbaan aan de zijkant, zodat ze snel het water in kunnen. Oh, geweldig. Maar komen ze wel eens naar buiten? Kun je ze overdag ook wel eens zien? Nou, het is wel echt een nachtdier. Dus als wij ze zien, is het of laat op de avond, of met een cameraval die 's nachts beelden draait. Maar die grienden, is dat nou nog steeds voor de mens of is het eigenlijk gewoon voor de bevers nu? Nou, er worden nog steeds op heel veel plekken knotwilgen geknot. En dat is in het landschap prachtig. Maar in de Biesbos doen we bijna niets meer. En is dit echt het leefgebied van de bever?